voor die tijd, ja, we ervaren dat toen niet zo, maar ja, het ging eigenlijk achteraf bekeken nog heel redelijk primitief allemaal. Zoals bouwvakkers vroeger deed, gewoon die sjouwden alles met zulke grote stenen naar boven. Op de rug gewoon nog geen hoogwerkers en zo, dat was er toen nog niet. En dat moeten we vastleggen voor het nageslacht, dacht Cor Hendricks. En dus filmde hij nauwgezet elk aspect van de restauratie van de Doetinchemse toren. Nou, dat is een van de weinige monumenten in Doetinchem. Je zei, die moet behouden blijven natuurlijk, en dat is ook gebeurd. Dan moet het ook vastgelegd worden hoe zo'n ding nog gebouwd wordt. Hè? En toen hebben we besloten met de buurman samen, we gaan dat filmen. We dachten dat ze maar één keer, zo'n kerk wordt er nooit meer gebouwd. Dachten we. En dat is ook wel zo geweest. Daarna is zo'n soort kerk is nooit meer gebouwd. Dat was eigenlijk de reden. Unieke beelden, geschoten door een amateurfilmer die in Doetinchem een radio- en tv-winkel runde. En als u denkt, jeetje, wat gevaarlijk voor die metselaars. Bedenk, ook Hendrik stond daar, boven op 60 meter hoogte, te filmen. Ah, om eerlijk te zijn, soms op het eind van zo'n stijgende planken, vond het wel eens, om een goed beeld te krijgen, probeerde ik dus ook een soort close-up te krijgen. En ik had nog niet veel telen. Telelensen en zo waren het allemaal nog niet. Ik dacht, die bouwvakkers die durven dat, dan kan ik het ook. Zo ongeveer ging dat. Dus, ja. Verder geïnteresseerd, op de website van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is al een deel van deze unieke film te zien.